het accrediteren van de bacheloropleiding van het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname, EOL, is het eerste dat de nieuwbakken directeur Melissa Venetiaan wil aanpakken. Venetiaan, die op 15 maart werd aangesteld, zegt dat deze nieuwe functie persoonlijk een erg verantwoordelijke taak is. Venetiaan kent het reilen en zeilen binnen het instituut omdat zij zowel als student als docent verbonden is geweest aan het EOL. In het verleden ben ik opleidingscoördinator geweest van de opleiding logopedie. Die bestaat nu niet meer. En ik ben zelf vroeger ook student geweest in de 80er jaren. Toen was het één wojo hier zo. Studenten liepen overal rond. En ze konden, voor mijn gevoel, ze konden hun ei niet kwijt. En in 2007 werd ik docent hier vanuit de opleiding logopedie. En ik zag dat de docenten heel erg dedicated waren naar de studenten toe. Een stuk serieuzer in de aanstaande taak die de studenten zouden moeten verrichten. Toch dat ze echt daarin werden begeleid door de docenten. Dus, en ik heb ook een beetje de jugu-jugu van, ik denk dat het ergens rond 2018 is geweest. Dat het de bedoeling was dat het IOL onder de universiteit zou vallen. Dat heb ik dus ook even nog meegemaakt. Dus eigenlijk heb ik zoiets van, ik ben blij dat ik nu mijn schouders onder het zware werk dat een heleboel van de collega's al die tijd, ongeacht de jugu-jugu, hebben doorverricht. Het is door de verschillende opleidingen die zijn blijven doordraaien in de rumoerige periode dat het instituut het proces van accreditatie kan voortzetten, zegt directeur Venetiaan. En een aantal opleidingen die hebben die accreditatie al in voorbereiding. Tenminste, ze zijn met de documenten bezig om dat voor te bereiden. Er zijn een heleboel zaken in voorbereiding, dat zei ik zo net al. Ik denk niet dat we de accreditatie nu al van een opleiding gaan hebben, maar wel, laten we zeggen, het afronden van de documentatie, zodat er mogelijk in het volgend schooljaar geaccrediteerd kan worden. Maar wat je ook hebt vanaf oktober 2022, is dat het afstudeerjaar van de ALO gaat opstarten en dat betekent dat we dat traject heel veilig moeten gaan voorbereiden. De nieuwe directeur hoopt de geplande doelen met haar staf en directie in goede banen te leiden.